Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer de nieuwe Super Mario 3D World. In de vorige aflevering hebben we Rosalina ontgrendeld. En Rosalina heeft een mooi kattenpakje aan. En we gaan nu lekker de level 4 spelen. Houd de vlag. Oh, en dit moet in 100 tellen. We zijn nog steeds bezig met een 100% run. Ik zie daar de vlag al trouwens. Maar, daar is iets mee. Kijk maar, want ik wilde inspringen. En de vlag denkt, nee. Je mag niet in die vlag springen, vriend. Zoek hem maar lekker uit. Hier kunnen we tempo maken. Hier hebben we... sterretje. Ik wil wel het sterretje hebben. En daar ging het fout. Als jij denkt dat dit goed gaat komen, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's, guys. En dan gaan we eens proberen snel te rennen. Ja, Rosalina is niet heel snel. Eigenlijk moet je Toad hiervoor gebruiken. Want met Toad ben je gewoon echt wel een flink stukje sneller. Nou, laat ik hem dan maar zo proberen te pakken, die ster. Lekker. Oké. We gaan gewoon eens even hier naartoe. We gaan Speedy. We gaan de stempel pakken. Lekker. Die hebben we ook. Nice. We kunnen hier gewoon lekker rechtdoor rennen. Ja, zo denk ik. Rosalina is zo langzaam, jongens. Het is een beetje sneu. Maar Rosalina is echt niet snel. Auw, dude. Laat me met rust. Hoeveel seconden heb ik nog? 42 seconden. 41 seconden. 38. Ik denk dat ik hier omhoog moet voor de ster. Ik denk het wel. Dat moet haast wel. Kom op, Rosalina. Kom op. Is de ster niet hier? De ster is niet hier. De ster is wel hier. De ster is zeker wel hier. En dan moet ik voor de vlag uit. Voor de vlag uit. En dan moet ik me laten vallen, denk ik. Let's go. We rennen nog even door. We hebben nog 10 seconden. 8, 7, 6. Nee. Potverdorie. Kan ik er niet gewoon zo en dan zo inspringen? Ja, maar ja, kijk, dat kan ook gewoon. Ik hoef me helemaal niet te laten vallen. Lekker, Rosalina. Je bent niet de allersnelste, maar je bent wel een leuk karakter om mee te spelen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hoppakee, volgende stempeltje is binnen. En dit is level 5 in de sterrenwereld. En dat is het superblokkenland. Gaan we met Lego spelen of zo? Yo, bobbies. Hier zijn bobbies. Let's ontplof. Zijn hier kattenbelletjes? Nee, er is hier een tanuki. Oké, maar wat? Had ik nu iets moeten laten ontploffen dan of zo? Misschien is het hier in dit blok iets. Daar, ja, ik denk het wel. Eens even kijken. Ik denk dat hier sowieso wat in zit. Ja, althans. Nee, dan kunnen we gewoon zo omhoog. Oké. Hier dan? Nee. Kunnen jullie even van alles en nog wat kapot maken voor mij? Dankjewel. Dankjewel, Matties. Dankjewel. Oh, hier. Hier is de stempel. Hier is de stempel, jongens. Hier is de stempel. Ja, maar dan moet ik daar een bom op gooien. Oké, even wachten. We gaan dit even opnieuw proberen. Ik zag sowieso hierboven ook wat. Kijken of ik dit zo kan halen. Ja. Ja. Oké. Ja, ik kon het halen als ik goed zou springen. Jij mag eerst even kapot. Jullie mogen allemaal even kapot. Ga eens weg, jongens. Hier. En hier. Nee. Ik ga kapot. Nou, nu we toch hier zijn, kan ik deze gewoon... Ja, die kan ik gewoon zelf kapot maken. Je moet gewoon even die knop ingedrukt houden. Deze knop. Dan maak je hem gewoon helemaal zo... Kapoetski. We moeten even hier omhoog. Dan moeten we even deze knopjes gebruiken, denk ik. Zo. Even kijken of dit gaat lukken. Ja, nice. Oh, ga erin. Rosalina! Ga nou eens gewoon even normaal walljumpen, alsjeblieft. Oké, rustig. Ja, en nu gewoon zo. Heel goed, Rosalina. Knap, hoor. Oké, nu moeten we hier hetzelfde doen. We moeten hier omhoog. Ja. Oké, ja. En dan tempootje maken. En niet walljumpen. Een sterretje. Ja, lekker. Oké, de eerste ster hebben we te pakken. En we hebben de stamp. Dus ik denk dat we door kunnen. We hadden die bommen gewoon helemaal niet nodig, joh. Let's go. Zit hier wat? Nee, zo te zien niet. We kunnen hier naar beneden. Dan gaan we even zo. En hier naartoe. Hier hebben we bommetjes. Zou hier wat zitten? Hier zo? Nee, dit is gewoon een jump platform. Oké. Zou daar wat zitten? Dat grijze blok daarachter. Oké, die was mis. Dan moeten we gewoon, denk ik, deze hier lekker laten chillen. Ga je nog af? Nee? Oké, je gaat niet af. Ik moet jou pakken. Helemaal goed. Dan gooi ik je zo erop. Hoppakee. Lekker. Volgende ster in de pocket. Nice. Waar gaan we nu naartoe? Oh, hier is er nog wat. Hier moeten we 5 van die dingetjes pakken. 5 van die...
Sleutelblokjes, dat woord zocht ik. Ga eens weg. Of wacht, misschien hebben we ze nog nodig. Wacht even, misschien hebben we die gasten nodig. Ik laat ze even leven. Wat is hier allemaal? Oké, hier komen bommetjes uit, denk ik. Ja, nice. Grote kans dat we die nodig hebben. Wacht even hoor. Ik wil even daar... Dat wil ik even kapot maken. Nice. Oké, ik maak mezelf ook kapot. Rustig aan. Hierboven lijkt wat te zijn. Moeten we even lekker walljumpies doen. Zo, flatsie. Ja hoor. Sterretje nummer 3. Lekker. Moet alleen nog eventjes nu... sleutelblokjes vinden. Hier is een sleutelblokje. Of is een sleutelmuntje is het. Het is geen blokje. Ik moet er nog 1. Ik moet de laatste nog. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met een van deze grote blokken, denk ik. Nee? Oh, hierboven zit hij. Ik heb hem gezien. Hij zit hierboven. Lekker. Oké, cool. Alright. Deze ground pounden. En deze ground pounden. En dan zo. En dan... Ja, met Rosalina spring je wel super makkelijk in de top van de vlaggenstok. Dus ja, dat is wel chill. Oh, dit ziet er nu al moeilijk uit. Dit is de ruimteraad. Oké. Oh nee, het moet ook nog volgens de tijd en alles. Nee, geef me paddenstoel. I almost lost my paddenstoel. Maar ik ben een groot fan van champignon, jongen. Wat hebben jullie het liefst op je pizza, jongens? Ik wil sowieso... Sowieso moet er op een pizza... Ja, er moet eigenlijk gewoon altijd wel champignon op. Oh, wacht even. Ik moet even focussen. Ik moet Waarom? Ik wilde gewoon ground pounden. Waarom springt Rosalina nou naar voren? Ik wil gewoon dit doen. Nou, wat krijg ik nu? Ik krijg nu een boomerang. Oh, dat is chill. Dan kan ik deze allemaal gewoon zo... Hoppakee. En deze ook. Hotseflats. Ja, dit gaat wel makkelijk. Alleen deze, die ben ik net te laat mee. Oké, kijken of het nu wel lukt, hoor. Nee! Waarom? Waarom doe je zo raar? Oh. Wacht even. Ik hoef dat blok helemaal niet te ground pounden. Oké, kom hier, jongens. Hoppa. En nu jullie. Hoppa. En nu deze gasten die hier komen. Wat een flatsie. En dan kan ik gewoon deze hier tegenaan gooien. Kijk. Dat is de truc. En dan kunnen we gewoon rustig zo het sterretje pakken. Potverdorie, zeg. Oké, heb ik genoeg tijd? Ja, ik heb genoeg tijd. Nice. Moet ik door die buizen rechts? Zou dat moeten? Nee. Dat hoeft niet per se. Ik kan hier wel de kers eventjes pakken. Nee, ga nou niet in die buis, Rosalina. Potverdorie. Wedden dat we straks eentje nodig hadden. We hadden sowieso de dubbele Rosalina nodig, denk ik, straks voor een ster of zo. Of voor een stempel of iets. Of hadden we hier alle enemies moeten slopen? Dat zou ook nog kunnen, dat dan was. Ja, oké. En nu? Oh, nu komen er hier voor mijn neus spannen er allemaal blokken. Oh, dit gaat helemaal fout, jongens. Ik heb sowieso al wat gemist. Oké, deze mag kapot. De broer van Piet. Hier kunnen we langs. Nice. Zoveel enemies, jongen. Jongens, ga weg. Spring, Rosalina. Lekker. Oh, daar is een ster. Is het een groene ster? Ja? Het is wel de derde groene ster. Mijn kleine teennagel raakte daar een klein beetje vuur aan. Hoe ga je daar dood van? Dat overleef je wel, hoor. Een kleine teennagel kan echt wel tegen een klein drupje vuur, man. Je hebt hooguit je teen een klein beetje verbrand. Maar je gaat er niet dood van. Waarom ga ik er dood van in Mario? Ja, ik heb echt het gevoel dat we hier alle enemies moesten verslaan voor een sterretje. Dus daar en deze kunnen we gelijk kapot maken. Nice. Dan hebben we hier nog een rijtje. Ja, chill. Daar nog een paar. Nog een paar over, ja. Kijk, ja, inderdaad. Zie je, dat moesten we inderdaad doen voor de derde ster. Nu alleen nog even afvragen waar de stempel is. Oh, jammer, ik ben eentje kwijt. Ah, nee. Het ging zo goed. Kom op, Rosalina. Ah, laat je niet steken door die freaking bijtjes. Kom op nou. Jump. Jump, spin jump, alles. Zoveel zijn het er. Nee. Oké, go, Rosalina. Oh, die was heerlijk. Die was super chill. Die was heel chill. Nu, pak de stamp. Ja, lekker. Oh.
We hadden met die eerste gooi hadden bijna al die bijtjes al in één keer kapot. Dat was echt ideaal. Lekker! Volgens mij hebben we alles. Ja. Nu moeten we alleen dus nog goed in de vlaggenmast gaan springen. En ja, dat lukt ook. Dat lukt ook. Nu we deze power-up hebben, kunnen we niet zo in de lucht een dubbele jump doen. Dus het was even spannend. Maar we waren hoog genoeg. Lekker gedaan. Ik vind het wel een tof outfitje trouwens hoor, voor Rosalina. En we hebben de octopus stamp te pakken. En dat is hoe je deze drie levels 100% haalt in de sterrenwereld. Als je dit nou een leuke serie vindt, doe dan zoals altijd weer dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickandTune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!